Ik ben weer in het kantoor, zoals je ziet nog steeds leeg. Volgende stap wat ik ga doen is het internet regelen. En eigenlijk het internet regelen in de zin van aansluiten. Niet meer en niet minder. Ik ga nu even snel de aansluitingen checken. Dan ga ik naar de Mediamarkt. Ik moet volgens mij gewoon een internetkabel en een switcher hebben. En dan is het een kwestie van die aansluiten en dan hebben we internet. Dan kunnen we gaan werken. We hebben trouwens al een aantal kleine dingetjes naar het kantoor gebracht. Deze twee houten platen, daar gaan we iets heel creatiefs mee doen. We hebben al, dit is een van de bureaustoelen. Daar gaan wij op zitten. En uiteraard koffie. We hebben een router, we hebben een netwerkkabel. Tijd om internet aan te gaan sluiten. Hij doet het! We hebben internet! Internet is gefixt, dus we kunnen werken. Maar dat moet natuurlijk nog wel ingericht worden. Dus ik denk dat dat wel in deze video ook nog komt. Nieuwe dag! Inger is er vandaag ook bij. Internet werkt. En vandaag komen ze onze tafel brengen. Plus twee kastjes. En dan kunnen we echt gaan werken. Kastje 1. Kastje 2. En de tafel, die is er nog niet. De tafel staat nog beneden. De lift is helaas kapot, dus we moeten even wachten tot die gemaakt is. Die staat nu midden in de gang beneden. En dan kunnen we de tafel ook naar boven halen. De tafel is er. Het was even moeilijk. In de lift, losgeschroefd. Toch in de lift, niet in de lift, via de trap, niet met de trap. Toch in de lift. Gelukt. De tafel is er. En ik ga hem weer even in elkaar schroeven. Is Inger eigenlijk al aan het doen. Ik voel me een automonteur. Mag ik zo rijden in het karretje? Inger voelt zich een automonteur. Lijkt er ook wel een beetje op zo. Moet ik zo rijden in het karretje? Maar dit is onze tafel. Het begint ergens op te lijken. Stap voor stap. Er moeten wel nog wat stoelen komen. Een beetje aankleden, noem maar op. Loungehoekje aan deze kant. Maar dan komt ze allemaal. Ja, wij zijn er blij mee. Ja, het moet echt heel rustig, maar luister, ja. Als je nog tips hebt, laat die dan even achter in de comments. Of als je leuke inrichtideeën hebt met veel ramen, grote vensterbank, lelijke muren, want de muren zijn lelijk. Je mag niks inspijkeren. Als je nog ideeën hebt, laat het even achter in de comments en doe een duimpje omhoog. We love you! We love you! Doei!